Alle scholen blijven nog een week dicht, gezien de stijgende trend van het aantal COVID-19 besmettingen in het land. Het ministerie is ook tijdens de sluitingen al door in contact met schoolleiders en leerkrachten, zegt minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsvrouw geeft aan dat er bij de leerkrachten een welwillendheid aanwezig is. En dat is een voordeel. Ik heb nog nooit zo'n grote groep gezien die echt zin heeft om er iets van te maken. Dus men onderschat de welwillendheid van leerkrachten. Vanmorgen kreeg ik weer een berichtje. Gooi die school open voor ons. Ze hoeven het niet te weten, maar dan kunnen we met onze leerkrachten een beetje voorbereiden. Okay. Dus ze hebben zin om te werken. En dat is het meest belangrijke. En omdat ze er zin in hebben, en omdat ze deskundig zijn, meer dan wij, daar aan de Cavaludienstraat. Want ik zeg, het ministerie bestaat niet alleen uit de mensen die daar op het hoofdkantoor zitten. Ja. Omdat zij welwillend zijn, zitten we nu, elke zaterdag zitten we te kijken van welke delen zijn essentieel. Mm. Wat kan je eruit laten? Ja. Ja. Wat moeten ze wel weten, wat niet? Ja. En dus er komt inderdaad een nieuw programma, maar dat programma wordt steeds bijgesteld. De minister zegt verder dat een achterstand in het onderwijs niet vanzelfsprekend is, omdat het onderwijs in bijna de hele wereld eveneens stilstaat. In het binnenland moet nog bekeken worden wanneer zij zullen starten. Het binnenland heeft veel meer zorg nodig. Wat we hebben gedaan op het ministerie is die afdeling, het bureau voor het binnenland, heb ik opnieuw ingericht, opgericht. En we hebben daar nu mensen die zelf ook van het binnenland zijn en die gewoon begrijpen als er een boodschapje komt, hoef je ze niet uit te leggen wat er is. Ik bedoel, fotomano's op saib, sadap. Dus het is vrij moeilijk. Moeilijk, ja. Snap je? Dus als je niet gewend bent aan dat ding, dan komt dat boodschap wel, maar om het te vertalen naar de realiteit, de echte realiteit, daar moet je een klein beetje inzichten hebben. Inzicht. En dat inzicht hebben de mensen die vandaar komen. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het ministerie maakt bekend dat alle scholen nog tot en met vrijdag 22 januari gesloten zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen de scholen op maandag 25 januari van start gaan.